slechte vlogger. Ze is helemaal vergeten te vloggen. Oepsie. Maar in de tussentijd heb ik... Nee, we moeten nog vertellen wat we hebben gedaan en wat we gaan doen. Oh. Ik ben nog niet eens begonnen. Wat gaan we doen? Nou, dat was dus echt een eerste vlogger. Hele goedemorgen. Goedemorgen. En superleuk dat jullie kijken naar die vlog. Het is 10:30. Ik ben met Chichi, als jullie kunnen zien. Ja. En ik ben aan het rijden. Maar om 8:00 vanochtend was ik al bij Julie. Ja, echt vroeg. Maar waar gaan we heen? Ja, dat is zie je zo. Ja, nee, we gaan naar Belgium. En dan gaan we naar Barak Michel. Ik krijg echt een lange arm. Die weet ik wel om de kleur. Dan moet je die kant op doen. Andere kant. Ja. Switch. En toen ik dat op Pinterest ging opzoeken, toen kreeg ik de vrouw van Barak om haat. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, maar we gaan naar sneeuwgebied. Ja, we moeten nog 1:20. En we hebben net eventjes een lekker theetje gehaald. Ja. En een wafel. Zeker wafel. Nom, nom, nom. En ik had een munttee, maar die is al op. Want dat heeft mijn slechte vlogger niet gefilmd. Nee, sorry, helaas. Maar we gaan even kijken hoe het eruit ziet. Ik ben echt benieuwd. Ik ben ook benieuwd als er überhaupt nog sneeuw ligt. Vast wel, dan rijden we gewoon 3 uur voor niks. En als we België inkomen. Ja, echt hè. Ook een groot dingetje. Maar gaan wij dus doen. En daar nemen we met jullie mee. Ja, dus doei! Ja! Oké, we gaan karaoke. Ik heb hem vast. Oké, we gaan dus liedjes opzetten en dan het snelste mee kan zingen. Dus okay, de muziek gaat harder. Ik mis je stem als ik ben onder. Oké, dat was hem. Oké, het is fijn. Zij wacht altijd op mij. Dit is Jong Alice, dat weet je allemaal. Schatje, doe je been omhoog. Ik kan de top en mijn brada en niet zo neer. Ik voor hem, komt hij buiten, is hij compleet. Voor hun rappers en kwam, maar die pico leeg. Ik heb een vrouw. Nee, ben je eens, dan ben je lonely. Dan bereik me telefonisch. Ik kan niet kaffen als de police. Sla je arm om me heen. Maar ben gevoelig. Sla je arm om me heen. Ben gevoelig. Hey. Ze slaat een arm om me heen. Maar ben gevoelig. Over 800 meter, houd links aan en blijf op de A2. Allemaal muziek die ik niet ken. Houd links aan en blijf op de A2. Papi, give me your bitch. Ik ken alleen dit. Maar als ik zou moeten weten hoe ik dit zing. Heb je heimwee? Schatje, heb je heimwee? Op deze parkeerplaats hier zo. Maar het is echt pluizig. Maar we staan eindelijk, we hebben eindelijk een plekje. Oh ja. En ik heb er zin in. Ja, we hebben letterlijk geplast. Toen hoefde ik niet. Ja. En nu moet ik in één keer weer wel heel erg. Dus we gaan even plassen. Daar zo. Daar ergens. Daar. Sneeuw. Daar. En dan gaan we een stukje lopen. Ja. En video's maken en foto's maken. En ik hoop dat er hele leuke foto's bij komen. Ja, want dan zijn we niet voor niks 3 uur gereden. Ik zeg net, ik ga echt niet weg. Voordat we ik een goede foto heb. Want anders hebben we gewoon 3 uur gereden voor nada. Maar ja, sowieso komen er vast wel leuke filmpjes uit. Dus. Ja. Allemaal goed. Ja, dus met ons. Wij zijn niet zo leuk. Dus wij gaan even... Even plassen. Plassen. Doei! We waren net eventjes hier bij het tankstation naar binnen gaan. Omdat we super nodig moesten plassen. En toen zeiden ze dat de toiletten dus overal dicht waren. Maar blijkbaar spreken ze dus allemaal Frans. En ze spreken dus en geen Engels. En ook geen Belgisch of wat dan ook. Ja, maar Frans begrepen ze ook niet. Nee, Frans snapten ze het ook niet. En hier gingen we vragen van...
mogen we dan hier plassen? Maar er staat gewoon letterlijk een bordje met no wc. Gewoon nergens is de wc open. Toen vroeg Gigi om servetten. Maar ze begrepen niet eens het woord servet. Of... En je hebt to pee in mijn ik zei servet, toen ging ik het opzoeken. Servet, en dan begrepen ze het Franse woord voor servet niet eens. Engels verstonden ze niet. En toen zei ik, dan moet je maar een foto laten zien. Misschien gaan we in de bosjes passen. Ja, maar ik moet ook kijken uit de auto. Ik moet zo nodig. En echt overal is alles dicht, dus we kunnen niet anders. Oké, waar gaan we op passen? Ja, ik weet ook niet wat dit is hoor. Is dit ergens een bouwbedrijf of zo? Ik weet niet waar we nu lopen. Oh. Restaurant. Staat het er? Ja. Oh. Hier, misschien hotel. Hotel. Nou, we kunnen het proberen. Ja, ik hoop het. Dit hotel hier achter ons is dus gesloten. Ook al gaan de deuren gewoon open zeggen. We are closed. Dat is het enige wat ze letterlijk konden zeggen in het Engels. Want ik sprak alleen Frans. Want zijn jullie Nederlands? Zeggen ze. No. No, French. Nou, zijn jullie Belgisch? Oh ja, want ze klonk wel Belgisch. Dat is echt zo'n Belgisch accent. Dan zei ik, English? No, no. Close. Dat ze. Ik denk, nou, volgens mij heeft niemand hier een opleiding gevolgd. Ik zeg, ik kan ook niet zo goed Engels, maar de mensen hier die. Waar gaan we plassen? Praten geen woord Engels. Engels, en het is gewoon fucking België. Nou, wij gaan nog even verder uitzoeken. Ja. Tjus! Oké, wat gaan we doen? Lukt het? Oké, okay, Julie ging net door de sneeuw heen, maar ze zakt helemaal weg. Oké, kom maar. Lukt het? Wat doe je? Ga je hier plassen? Ging het goed? Nee. Oké, nou we gaan maar gewoon weer terug naar de eerste plek. Ja, hij stopt. Wat zit hier? Kut. Help. Go for it. Ja. We hebben het survived. Oh ja. Oh mijn god, ik had wel even zweten okseltjes. Ja. Ik denk, we komen hier wel uit. Dus nooit rijd ik gewoon helemaal naar achteren naar beneden. Ja, dan komen we vanzelf wel weer op de weg. Precies. Nul dit, hupsakee. Jongens, we zijn ingepakt. Ja. Oh, oké, we staan weer geparkeerd, weer 3 rondjes. Ja. En, daarachter. En dan gaan we nu even die kant op. Want volgens mij zijn hier niet heel veel mensen. Nee. En dan straks lopen we de andere kant echt de bossen in. Maar het is pretty mooi, toch? Ja, ik vind het. En je moet echt uitkijken dat we niet op ons plaat gaan. Want het is hier echt heel glad. En ik zei dat er niemand was. Maar daar zitten mensen. Zullen we een beetje die kant heen gaan? Ja. Oké. Good fun. Kijk hoe pretty. Oh, je filmt mij, wat? Nee. Gigi met de rugtas. Oh, ja, ik zie het. Oei. Oh, kijk. Het is heel erg koud, dus we gingen in de auto even warm worden en nu gaan we eten. Nou, die mensen spreken geen woord Nederlands hier, dus we hebben maar genomen wat we kenden en dat waren weer een wafel en een cookie. Ja. Want ze hadden hier niet echt brood of zo. Ja, ze hadden normaal brood, maar... Ja, maar ja, je gaat geen normaal heel brood opeten wat je bij de bak... Oh, meneer. Maar we hebben wel we gaan eten. En dan eten we vanavond wel extra veel. Ja, en dan ben ik. Doei! Doei! Het is inmiddels 3:15. We hebben wel een paar foto's gemaakt op het eerste plekje waar we waren. We hebben een TikTok opgenomen en ze hebben wat gaan eten. En nu zitten we weer in de auto, want we zochten nog een ander plekje om foto's te maken. En ik ging even mijn haar een beetje anders doen, want het zit alleen maar zo. Dus ja, en Gigi is ondertussen even een TikTok aan het opnemen. Buiten, hoor je ziet het niet zo goed. Maar hier zo zijn op een parkeerplaatsje. En dan gaat ze zo nog even een fotootje van mij maken. Hè? Kom. Oh, oké. Dus ik ga even naar buiten en dan gaan we nog even een foto maken. Hè? Ik denk dat het leuk is als jij er wel een beetje aan meedoet en dat ik dat ook van doe.
Oké, ik moet eraan meedoen. Want ik kan het dansje helemaal niet. Maar Gigi wel. Dus... Oké, okay, nou. Ik heb even meegegaan Gigi de TikTok. Helemaal buiten adem. Okay. Ik vind hem helemaal leuk. Ik ga stuk. Ik kan namelijk niet zo goed dansen. Ik weet het. Oh my, ik schrik me helemaal. We moeten die ene dat jij begint en ik eindig niet vergeten. Die... Oh ja, Oké, die doen we zo ook nog. Ja, van. Die moeten we echt niet vergeten. Oké, als jij nou hierin schuift, dan ga ik deur zitten. Oh nee, dat kan niet. Of nee, gewoon. Ik ga naar buiten toe. Oké, we zijn nu even van daar achter. Daar zat onze auto. Naar hier gelopen. So pretty. Omdat het er hier best wel mooi uitziet. En dan gaan we even selfie maken. TikTok afmaken. TikTok. En nog een nieuwe TikTok. En foto's en maken. En nog een nieuwe TikTok maken. En nog foto's maken. Kijk maar. It's so pretty. En dan ja, gaan we het nu even snel doen. Want het is koud. Doei. Het is koud. Zal ik hier een tag of niet? Maakt niet uit wat je hebt gedaan. Ik weet niet wat je hebt gedaan. It's a wrap! En Gigi wil een wrap! Maar ik heb het koud. Als we naar de Mac gaan, dan we gaan naar de Mac. Want Gigi houdt niet zo van KFC. Ik hou niet zo van KFC. Jongens, laat weten, ben je voor KFC of ben je voor de McDonald's? Hey! Hallo! Maar wij zijn nu klaar met alle TikTok's. Zo ruik je dat? Nee. Echt zo'n muffige geur van deze caravan. Ik lijk echt op Maaf Lop en zo. Nee. Waar had ik nou? Ik had toch... Dus straks had ik mijn haar vast met een klemmetje. Ja, dat klemmetje zit aan jouw tas. Die bruine. Aan mijn tas? Ja, die bruine tas ga ik naar hem. Nee, aan die bruine tas. Aan je bruine tas? Ja. Oh, hey. Ik had hem hier aangeklipt. Nee, hier aan. Ik heb ook een banaan en een appel bij me. Ik hou allemaal. Ik hou niet van bananen. En appels zonder schil. Dus als je een mesje bij hebt. Ja. Hallo mevrouw. Oké, maar we hebben dus net als... Genoemd en gedaan. En nu is het, hoe laat is het? Het is, vijf over vijf. Om precies te zijn. En we gaan nu terug op Huus aan. En even langs de McDonald's als die er is. Ja, want wij hebben honger. So, let's go. Plus 3 euro. Dus je hebt voor... Oké, guys. Maar hoe kan dat? 7 euro. We staan in de Franse... Nou, gewoon, we zijn in België. Hoe klein is mijn wrap? Ja, weet ik niet. Maar we staan dus in België en we zijn dus bij de McDonald's. Alleen, hier kunnen ze dus alleen Frans en niet eens Engels. Want wij bestelden alles in het Engels. Maar je snapte er al niks van. Zal ik teruglopen en dan bestel ik er gewoon kipnuggets bij. Want volgens mij, die Mac-ding is 2,45 euro. Nu staat er echt 1, 2, 3, 4, 5... 6 mayonaise of zo. Ik loop wel even terug. Ja, of je zegt het gewoon hier. Oké, daar zijn we weer. Ja. Oké, even serieus. Wat hebben we nu? We hebben letterlijk 2 milkshake, 9 kipnuggets, een Big Mac menu en twee medium fries. En welke? En een wrap. Oh ja, en een wrap. Voor 10 euro. 7,50. Voor 7,50. Nee, wacht. Nee. Ze gaf me eerst... Eerst was het 20,90. Min 7,50 is 13 euro dan. Ja, maar ze gaf me meer dan 10 euro Ja, terug. Ze gaf je meer dan... Oké, maar we zijn dus binnen geweest. En, Nou, dit is zeker geen 10 euro, maar dankjewel McDonald's. Ja, ik snap er gewoon niks van, maar inderdaad. Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen dat we het bij de... Bij het bestellen zelfs een werknemer naar buiten kwam. Omdat hij ons niet begreep. Ze begreep ons totaal niet, maar... It's makkelijk! It's makkelijk! Zo, het is inmiddels al... Even kijken.
8:30. En ik heb Gigi net thuis afgezet. En ik ben nu ook thuis. Dus ik ga lekker naar binnen. Lekker douchen. En dan zie ik je bij de volgende video.